Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van Euro Truck Simulator, jongens. Nou, wat ik de laatste tijd gedaan heb, in ieder geval als ik dit spel speelde, dan ben ik niet meer echt aan het geld verdienen. Ik ben meer ervoor aan het zorgen dat ik dus dit allemaal voor elkaar krijg. Alles wat geel is, dat heb ik al gereden. Dus ik ben al in Berlijn heb ik al een stuk gedaan. Dresden ben ik al langs gereden. Poznan ben ik geweest. Hannover, alles wat geel is, dat heb ik eigenlijk al gereden. Dus in Nederland heb ik al bijna alles gereden van de wegen die er zijn. Allemaal. Euro Truck Simulator, daar kun je dus, je kan dus geld verdienen door opdrachten te doen. Van je brengt het ene pakketje, hou je op en dan breng je dat naar ergens anders met je vrachtwagen naartoe. Dan ga je het lossen en dan krijg je dus geld voor je. Dat is eigenlijk dus hetgene van het spel. Wat ook een ding is van het spel eigenlijk, dat is eigenlijk dat je dus zoveel mogelijk moet ontdekken in de map. Eigenlijk moet je dus dit allemaal geel zien te krijgen. Nou, dan heb ik nog wel aardig wat te doen. Ik heb in totaal hier 25,86% heb ik pas gedaan. Dus ja, iets meer dan 25%. Dat is een kwart van de map momenteel. Ja, iets meer dan een kwart van het map. Dus ja, de laatste tijd ben ik dit eigenlijk een beetje aan het doen. Overal waar ik nog niet geweest ben, daar wil ik eigenlijk even naartoe rijden. Nou, ik ben momenteel, even kijken, moet ik even weer de map even draaien naar beneden. Ik ben dus momenteel, ben ik hier, Kostix of zoiets, Kostix. En dan wil ik eventjes, ik kan eigenlijk beter eerst even naar boven gaan, hè jongens. Eerst naar Belystok gaan, Belystok of zoiets. Ik ben nu in Lubin. Oh, hier moet ik nog trouwens alles ontdekken. Dus dan moet ik nog even wel een rondje door het dorp heen maken. En daarna wil ik eigenlijk even naar boven rijden. En dan kan ik naar Belystok kan ik rijden. Belystok. En dan wil ik eigenlijk van Belystok wil ik doorrijden naar... Ja, dat is een goeie. Ik kan twee kanten op. Ik kan langs... Oschitin of zoiets. En ik kan langs Warschau rijden. En dan heb ik eigenlijk alweer een heel stuk heb ik eigenlijk alweer gedaan. Eigenlijk zou ik het rondje moeten maken. Dan, dan heb ik dit ook weer allemaal gedaan. En dan wil ik later wil ik een beetje. Ja, dan gaan we maar omhoog, jongens. Dan gaan we maar naar Gdansk. Gdansk of zoiets heet dat. Ik weet niet precies. Gdansk. Dan moet ik nog wezen. En dan kan ik van Gdansk naar hier naartoe. En ik moet hier nog naartoe rijden. Voorlopig in ieder geval hebben we dus nog genoeg te rijden. Laten we het spel op gaan starten. En laten we gaan rijden. Dit, ja, dat gaan we nog even een ander keertje doen. Denk ik als ik de benedenkant van de map ga doen. Maar laten we maar eerst even hier naartoe gaan. Naar Belystok. Belystok, daar gaan we maar even naartoe. We gaan even de navigatie even resetten. En dan gaan we eerst even in Kostix, waar ik momenteel ben, gaan we eventjes alles even geel maken. Dat we echt heel Kostix verkend hebben. En dan rijden we door. En dan rijden we naar Lublin. Dus laten we dat maar gaan doen, jongens. Laten we dat maar gaan doen. We gaan hem even op resetten. Totaal rit 548 kilometer. Dus dat is wel een leuk ritje om te doen vandaag. We gaan naar rijden. We hebben geen... we hoeven dus geen vervoer te doen. Dat is wel aan de ene kant makkelijk. Ja, dan ben je ook wat korter. Dan rij je wat makkelijker. Even wachten hoor. Zo. Hoppakee, zo, nou, laten we het maar gaan doen, hè jongens, laten we het maar gaan doen.
Hoppakee. Gas erop. Ik ga eerst even dit doen. Ik ga eerst even kijken. Oh, ik moet achteruit trouwens. Ik moet daar wezen. Zo. Waar ga ik nou heen? Even kijken. Nee, ik ga precies de andere kant op. Ik moet eigenlijk precies die andere kant op. Jammer. Jammer, jongen. Jammer. Het is zo jammer weer dit, hè. Met mijn mooie vrachtwagentje. Oh, ik vind hem echt mooi, hoor. Die Scania. Ik ben er echt wel tevreden mee. Zo. Zo. Dan gaan we die kant op. Gaan we eerst eventjes dit even allemaal helemaal geel maken. Dat we alles verkend hebben in de map. Dan kan ik daar niet heen. Dus ik ben verplicht om hier in te rijden. Maar het wordt ook niet, ik wou zeggen, het wordt ook niet herkend als... Ja, dat heb ik ook wel herkend. Mooi. We gaan weer terugrijden. Nou, dit is in ieder geval helemaal geel. Dan ben ik alleen benieuwd of dat we nu al de hele map gedaan hebben. We gaan ook even kijken bij map, wereldkaart. Moet ik even kijken. Dan gaan we eerst eens even kijken of we nog... Nee, we hebben nog niet de hele Kossik herkend. Dus we moeten eigenlijk zo rijden. Dan hebben we een beetje anders gedaan. Dan mis ik alleen nog hier nog een straatje. Maar dat geeft niet. Zo, maar dat is wel makkelijk. Want dan kunnen we nu in ieder geval zo rijden dat... De navigatie die... Moet het dan gelijk goed zetten, dat is wel makkelijk. Waarom hebben we trouwens geen licht aan, jongens? Hoewel, ook het wel de licht aan. Nou, dat is alleen maar goed, toch? Alleen maar goed dat er licht aan is. Ik rijd liefst gewoon met mijn licht aan. Dat doe ik met mijn eigen auto ook altijd overdag. Of 's avonds altijd je licht aan. Dan ben je altijd goed zichtbaar. Kijk, want nou zegt hij daar zo dat ik dit stukje nog niet herkend heb. Nou ja, oké, in ieder geval. Zo, dat scheelde echt weer echt. Dat was weer echt meterswerk, jongens, dit. Jeetje. Nou, we gaan even naar dat plaatsje Kossieke, of zoiets heet het. Daar gaan we als eerst even naartoe. Ik ben altijd slecht in die naam, hoor. En dan gaan we daarna gaan we eventjes... Waarom staat iedereen nou weer... Ja, schade. Zie je, ik schrik gewoon ervan. Dat jullie allemaal stilstaan. Wil je dat alsjeblieft even niet doen? Gewoon doorrijden met die app. Ik raak gewoon helemaal in paniek voor jullie. Ja, en dan zeg ik, oh jongen, ik rem toch? Ik drukte gewoon op een knopje dat ik remde. Ja, ga jij ook nog, ga nog verder achteruit rijden, joh. Koekenbakker. Rijden. Treuzelaar met je nos patugain. Patrin de spafin. Ja, ik word nou helemaal gek van je. Je moet het nou maar even bekijken. Ik word nou helemaal doodziek van je. Treuzelaar. Breng me weer in de problemen met allemaal schades en zo, weet je wel. Niks ervan. Hoppakee. Deze weg heb ik trouwens ook nog niet gereden. Hier aan de hoek om. Oh, ik heb er een wervingsbrug gevonden. Mooi. Dat is ook allemaal mooi. Gaan we eerst even dit rondje even doen. Hebben we dit ook gelijk even gereden.
mooi, toch? Dan gaan we gewoon zo... even kijken, want voor mij hebben we nog niet alles gedaan, toch? Of wel? Wat hebben we nou allemaal wel gedaan en wat hebben we nou allemaal nog niet gedaan? Kijk, dit hebben we nog helemaal niet gedaan. Dit hebben we nog helemaal niet gedaan, jongens. Dus we moeten toch nog even terugrijden. Ik vind het allemaal leuk, maar we moeten eigenlijk nog even terugrijden. Om te kijken, om dat andere ook nog eventjes... Oh, jee, dat gaat natuurlijk weer niet. Het is natuurlijk weer veel te krappies. Ja, maar ik red het wel, zonder schade. Ha! Ik wou wel zeggen. Ik speel dit spel nou een half jaar ongeveer. Ik moet nou toch wel een klein beetje skills hebben. Ja, dat moet nou toch wel lukken, zo langzamerhand, hè. Ik moet toch langzamerhand zo een beetje wel ervaren... Een ervaren... vrachtwagenchauffeur worden, jongens. Ik kan toch niet zeggen dat... nou, je doet het spel al een half jaar en je kinderen geen klote van. Ik word ook helemaal gek van jou, hè. Hoppakee, die kant op. Kijk, nou, hier hebben we ook weer iets. Weer een autodealer en zo. En weet ik voor allemaal voor bullshit. Hier kun je je vrachtwagen laten repareren. Repareren. Service. Nou, dat gaat me weer allemaal geld kosten, dit. Oh. Super vervelend. Maar ik dacht dat hier ook een garage zat. Of had ik die al ontdekt? Ja, dit stukje heb ik al... Nee, dit is geen garage. Nou ja, dat maakt niet heel erg veel uit. Hop. Hoppakee. Juist, en dan moeten we die kant op. Die heb ik ook helemaal nog niet ontdekt of zo. Ja, tuurlijk. Ik kan natuurlijk weer niet heen rijden omdat dat ding afgesloten is. Alles moet zoveel mogelijk grill zijn trouwens. Ik ga het even tegen twee keer heen rijden. Oh, oh. Juist, die is ook geel. Oh, dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht. Dat heb ik hier trouwens aan de overkant trouwens. Ja, pas op, want hij rijdt gewoon door, hè. Die koekenbak, hè. Hij rijdt gewoon door, hè. Ik ben zo bang dat hij gewoon in één keer doorrijdt. Hier hebben we ook weer een bedrijf. Hop, en geel. Kijk, dat moeten we hebben, jongens. We moeten alles geel hebben. Alles wat geel kan, moeten we gewoon geel maken. Rijden we gewoon even kijken naar achteren. Zo. Hoppa. Nog verder naar achteren. Nog verder naar achteren. Nog verder naar achteren. Nog verder naar achteren. Alles moet geel. Alles moet geel. Alles op geel, jongens. Alles op geel. Oh jee. Oh jongens. Wat een verschrikkelijke, hè. Wat een verschrikkelijke. Oh, dit is ook geel. Ja, dat is ook geel. Dat is een soort, wat is het eigenlijk? Oh, voor de bussen is dat, voor de bussen. Een busstation is dat. Een busstation. Dan moet ik alleen nog eigenlijk hier de overkant even hebben.
daar heb ik nog niet de hotels en zo ontdekt. Dus dan moeten we echt toch even doorrijden tot het einde. Dan gaan we dat nog even geel maken en dan hebben we in ieder geval deze plaats hebben we helemaal doorzocht. Kijk, en dat is mooi, hè? Dat is mooi. Ik ga hier wel aardig wat kilometers. Ik wou al zeggen, hé, hey, wat gaan wij doen? Grote vriendelijke vriend. Ik wou zeggen, ik moet wel binnenkort weer even gaan tanken, denk ik, want hier kunnen we niet heen. Het hek is dicht. Moeten we de volgende afslag even nemen. Zo. Hoppa. Kijk, die is ook geel. Hoe laat is het eigenlijk? 10:30 is het in het spel. Ja, ik ga nou niet weer... parkeerplaats. Stop om de motor uit te zetten. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk verkennen. Ja, dat dacht ik al. Koekenbakken. Ik kom van rechts. Flapdrol. Zit hier niet op te letten. Slapen doe je thuis, hè? Ja, slapen doe je thuis. Kijk, dit is allemaal geel, jongens. Nou, dan hebben we toch alweer een heel stuk hebben we alweer gedaan van de game. Dan gaan we het grote stuk gaan rijden, jongens. We gaan het grote stuk rijden. Even kijken voor de zekerheid op de wereldkaart of dat de map nu al helemaal... Nee, de map is nog niet gereden. Hé, maar ja, dan komen we dadelijk langs. Even kijken, zo moeten we rijden. Juist, zo moeten we rijden. Dan hebben we het laatste stukje hier hebben we ook gedaan. En hebben we dit plaatsje hebben we in ieder geval helemaal doorzocht. Het is niet zo echt heel erg belangrijk om dit plaatsje nogmaals te bezoeken. Want het is nou niet echt wat ik kan zeggen dat ik het echt een heel speciaal plaatsje vind, maar... Een plaatsje wat je zegt van nou ik kom hier graag terug. Het is allemaal een beetje standaard. Maar we hebben in ieder geval dit plaatsje hebben we helemaal ontdekt. In ieder geval. En daar gaat het om. Nou, oh, dan stop ik en dan mag ik ineens gaan rijden natuurlijk, hè. Dat dacht ik al, hè. Dit is het laatste stukje, jongens. Dit is het laatste gele stukje wat we nog moeten rijden. Maar goed, het is nu al een schil. We gaan hier gewoon even draaien, hier waren we er net ook. Ja. Tegen het hek al natuurlijk. Oh, dat scheelt me net. Wereldkaart. Ja, we hebben het hele plaatsje ontdekt, jongens. Oh, oh. Kostik. Alles is helemaal geel. Kijk, en we staan nu op 2588 staan we nu. Dus we zijn al weer iets omhoog gegaan. Nou, dan gaan we rijden, jongens. We gaan naar het volgende plaatsje. Dit plaatsje hebben we in ieder geval helemaal doorzocht. Weer zo eentje die niet weet dat rechts voorrang heeft. Kijk eens. Zo, ik ga hier gewoon 70 terwijl ik eigenlijk 50 mag.
888 kilometer. Nou, ik snap niet dat hij dan net met 500 aan kwam zetten. Net was het iets van 500 of zo. Nou geeft hij 884 kilometer aan. Gooi er gewoon even 300 bij, joh. Moet kunnen. Ik moet wel binnenkort echt even gaan tanken, want ik heb echt bijna geen benzine meer. Is wel een prioriteitje wat we moeten gaan doen. Je mag hier 80, ik krijg gewoon bijna 100 rij ik, 90 rij ik. Ah, dat moet kunnen. Budapest. Hier kan ik trouwens even tanken. Dat is wel lekker. Hier kan ik wel even tanken trouwens. Dat lijkt me wel handig. Hoppa. Motor uit en eventjes gelijk even mijn tank even vol gooien. En hij is vol. Ah, 546 euro vind ik nog meevallen. De dieselprijs is 1,28%. Ik heb in totaal 426 liter getankt. Punt 44. Dus ja. Het kan. Het kan. Het kan. Het is mogelijk allemaal. Het is allemaal mogelijk. Hoppakee. Dus ik heb zoiets van, we gaan gewoon vol gas rijden. Dat ik verkeerd gereden ben. Wat een ontiegelijke knabbel. Echt waar, wat een ontiegelijke knabbel. Wat is dit nou weer voor bullshit? Hij zegt weer dat ik verkeerd gereden ben.
Ja, ik heb ook nergens, vorige keer had ik zo'n stukje, dat kon ik stiekem... maar hier kan dat niet. Oh, hier heeft een auto, twee auto's een ongeluk gehad. Ze hebben gewoon de hele middenbaan hebben ze gewoon om zeep geholpen. Niet even stiekem door de middenberm heen om maar eventjes te draaien. Dat is wel jammer. Nee hoor. Echt, je hebt echt geen plekje om even te draaien. Even stiekem een middenbermpje pakken. Kijk, moet je dit helemaal omdraaien, hè? Weet je wat ik dan doe? Mazzel. Valspelen moet kunnen. Kijk, nou zit het alweer... dat is alweer een stuk beter dit, hè? Mooi wezen. We hebben dit in ieder geval ook weer gereden. Want wat geeft hij nou aan? Hij geeft aan dat ik dus de hoek om moet. Ik vind het echt heel raar. Net zei hij van dat ik zo moest rijden. Toen zei hij in het begin dat het goed was en ineens moest ik reed verkeerd. Geweest van Eurotruck Simulator en daarmee hebben ze een aantal stukken hebben ze verbeterd in het spel, zeg maar. En vooral is dat in Duitsland hebben ze dat gedaan. Het enige nadeel daarvan is dat je nu op Duitsland moet je heel veel plekken weer opnieuw ontdekken. Draai je wel lekker door zo. Ja, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk van de mappen wil ik verkennen. En ja, 35% of zo was het. Ja, dat is niet echt veel. Dus gaan we nog even een beetje. Dit is allemaal wegen die ik allemaal gereden al heb, zie ik, dus hier zullen we niet echt heel veel aan verdienen. Maar het is ook de kunst om zoveel mogelijk wat je gereden hebt, zoveel mogelijk in het map, ja, dat je dat gereden hebt en dat je dan dat verkend hebt. Ja, het lijkt me ook wel leuk om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Dat ik kan zeggen dat ik overal op de map geweest ben. Hoppakee. Gewoon lekker een beetje gas geven. Niks verkeerds mee. Ik denk dat we heel even die parkeerplaats even op gaan zoeken.
Ja, hier ook. Oh, het is, oh, dat is in de avond. Dat is niet zo handig. Kan beter. Kijk. Hoppakee. Eerst even kijken wat we nou gereden hebben. Misschien heel saai, maar ik wil gewoon even kijken wat we gereden hebben. Waar zitten we nou ergens? Oh, ja. Ik weet al waar we zitten. We zitten hier, oh. Waar zaten wij er net dan? We hadden er net een plekje, hadden we. Ik weet niet waar we net zaten, joh. Waar zaten we net dan, joh? Hé? Dan ga je weer naar Kostiets. Hier waren we toch al geweest? Nou ja, dat is ook raar. Hij zegt dus dan wel, ja, ik moet dus dat hele stuk waar we dus daarnet waren in Kostiets, daar moet ik nu dus weer terug naartoe rijden. Omdat hij dus zegt dat ik de verkeerde weg gekozen heb. Oh. Of nou ja, ik had de verkeerde weg gekozen. En dan eindig je dus weer helemaal hier, oh. Beetje raar eigenlijk. Niet echt realistisch, maar ja. We doen het er maar mee, jongens. We doen het er maar mee. Nou, dat even rusten. Dat heeft wel een paar uurtjes geduurd. Heel vreemd. Hier, want nou geeft hij ineens weer aan dat ik 12... Wat is dit nou weer? Kijk dit, hè. Kijk de kilometers. Daarnet was het iets van 600 zoveel. En nu zijn die kilometers 700 en nog wat. Ik ga even heel even kijken, want dit klopt gewoon niet hoor, jongens. Heb ik nou weer wat anders aangegeven of zo? Wacht even. We gaan gewoon reset navigation hebben. En dan gaan we weer terug naar, even kijken, plekje zoeken, Lubin. 352 kilometer. Kijk, dat ziet er beter uit, hè? Ja, kijk, zie je? Dat ziet er beter uit. Ik wil wel zeggen, ik ga toch echt geen 1200 zoveel kilometer rijden als ik al een heel stuk was. Dat is wel even een verschil. 1200 of 1300 of 300. Dat is wel even een verschilletje. Met lieve plan om heel dat stuk te gaan lopen omrijden. Navigatie kan je dus ook niet echt volop aan. En nu zijn we dus weer in dat plaatsje waar we er net waren. Aangaf dat ja, ik moet die kant op door dat plekje waar ik daarnet was. Ja, ik ga nou, ik ben jullie echt helemaal zat. Ik ga er gewoon omheen. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Stel dat je tijdrekkers. Ik heb een beetje haast. Ja, nu zijn we in het plaatsje waar we net doorheen gereden zijn. Dus met andere woorden, ik ben nog helemaal niks opgeschoten. Dat is niet zo mooi, hè? Dat
is niet mooi, jongens. Ik ben helemaal niks opgeschoten met de rit. Oh, gaat hij ineens het licht uitzetten? Zet je licht dan. Piep, piep. Maar 308 kilometer. Dat is wel een heel verschil. Blijft hij nou op 308 staan? 307. Wat ga je nou allemaal doen, vriend? Die kan natuurlijk niet die vrachtwagen inhalen. Ja, dat kan ik wel zeggen. Als jij er niet voorbij gaat, dan ga ik er wel voorbij. Want... Hoppakee. Zo, we zitten ergens, joh. We zitten echt ergens in de middle of nowhere. Is dit niet de benzinepomp waar ik net ben wezen tanken? Weer die bus ervoor. Oh, super irritant. Ah, hij gaat wel weer... zal het dat ook moeten doen. Wij moeten dadelijk de afslag van Lucin hebben, denk ik. Als het goed is. Of zoiets. Kilometers worden al minder. Hij doet het wel. Maar ik even kijken op een groot licht. Of de knop was dat, jongens, groot licht. Dat is wel makkelijk. Het is echt pikken en pikken donker hier. Net, dan komt er net een auto voorbij. De hele tijd is het stil en nou ineens komt er een auto. Oh, ik zit niet op te letten. Ja, en weer schade natuurlijk. Ja, dat dacht ik al, hè.
Ja, je kan hier toch ook niet insturen, man. Dat is ook veel te moeilijk. Dat gaat toch allemaal niet? Gewoon, gewoon lekker slapen. Kijk, nou is het wel beter. Ja, waar kan ik er nou weer uitrijden dan? Nee, dat kan niet. Hé? Hey. Wacht hoor, want ik snap hier geen snars van. Maar daar kan je heen rijden. Wel, kan je daar wel heen rijden, man. Die kant op. Ik snap er geen snars van. Moet je nou ook dat kleine stukje weer helemaal terugrijden? Want hier kan je nergens heen. Nee hoor, het is helemaal afgesloten. Dus je moet toch weer die uitrit aan de andere kant hebben. Nou, dan gaan we dat doen. Hoppa. Zo, nou het is wel een rotzootje hier, jongens. Stop? Nee, niet stop. Gewoon doorrijden. Gewoon vol gas. Nou, daar zijn we weer, jongens. We zijn er weer. Hoppakee. We kunnen gewoon weer lekker doorcrossen, hè. Afstand nemen van de kilometertjes. Nou niet meer te stoppen. We kunnen nou gewoon in één keer we kunnen nu in één klap kunnen we gewoon die ja, tuurlijk. Ik wou wel pakken, maar dat gaat natuurlijk niet. Nou, dan ga ik hem gewoon even stilzetten, zo. Ik kan nog even wat te drinken pakken, man, idioot. Idioot. Mooi, hè? 201 kilometer nog. Voor nodig, jongens. Oh. Oh, boinkje. Stoot malsus. Oh, weer schade. Godverdorie. Oh, oh. Oh. Niet doen. Niet doen, schij uit. ...160 kilometertjes. Ah, we zijn er nou bijna, jongens. We zijn er echt bijna. En dit is allemaal weer plek voor plek, hè. Dit is allemaal weer plekjes voor bij te verkennen. Zo, ik rem en ik rem echt keihard rem ik.
touw hem gewoon even door. Ik heb mij het verrotten. Kijk, we rijden gewoon even door. 148 kilometer. Moet gewoon kunnen. Oh, nee, niet doen, alsjeblieft. Schij uit. Niet doen. Dat is niet leuk. Ook niet voor mij, ook niet voor jou. Ga dan aan de kant, joh, zondagsrijder. Ja. Ja, tuurlijk. Telletje, echt, jongen. Ik heb echt zin om dat verkeer uit te zetten op zo'n moment. Echt, ze maken problemen om niks, weet je. Ze rijden gewoon niet door. Nou, hier heb je ook weer een parkeerplaats en heeft ook moeten slapen. Nou, wij gaan niet meer slapen, wij gaan gewoon één klap door. Hè? Want ja. Ik hoef nou echt niet meer zoveel kilometers te rijden. Bop, een bus. 107 kilometer per nog 106. Ah, we komen er langzaam komen we, jongens. Langzaam komen we op de plek van bestemming. En in de volgende aflevering gaan we die gewoon verkennen. Dat is het eigenlijk een beetje. Dat was eigenlijk mijn planning. Als we nou weer in de grote stad zijn, dan ga ik de volgende keer ga ik gewoon weer alles verkennen. 92 kilometer nog. Kijk, het is nou echt niet meer zoveel kilometers rijden, hoor. Tegenliggers, ik kan gewoon doorkrossen. Ja, nou komt er wel een tegenligger op. Een gele auto, kijk. Hoppakee. Hier hebben we ook weer een benzinepompie. Hebben we allemaal niet nodig, we gaan gewoon door. Zo, nou heb ik tenminste even lekker een soort ruimtetje voor me, een buffetje voor me. Dat ik lekker door kan tuffen. Ik moet nog 58 kilometer nog. En 43 kilometer. En 42. Geen tegenliggers. Dan ga ik er gewoon keihard voorbij. 38, 37. Ah, jongens, we zijn er echt bijna. We zijn bijna op de plek van bestemming, jongens. Hé, hey, kijk, er gaat een mooie trein over ons heen. Lublin. Ja, dat is de plek waar we heen moeten. Lublin. Dan zijn we er bijna, jongens. Poep in de broek. Dat ga ik niet redden. Oh wel, ik dacht dat er een tegenligger kwam. Pam. Kijk nu wel, maar nu hou ik wel even in.
net de andere kant uit. Ik heb het net niet gezien. 70 mag hier ook. Ik ga gewoon met 90 rijk gewoon keihard door. Hè. Oh, fantastisch. Fantastisch. Lublin hebben we ontdekt, jongens. We zijn er. We zijn in Lublin. Dat was onze doel voor vandaag, hè. Voor deze aflevering. Een stukje nog. Oeh, oh, wat zit ik nou te doen? Kijk, dan is de verplaatsing Lublin. We kennen Lublin, Lapland. Lapland. Zo jammer weer. Zo jammer weer. Echt, hè? Wat een vervelende vent is het ook. Een vervelende vent. Laten we het daarop houden. Een vervelende man. Ja. Hé, hey, garage te koop. Ja, die wil ik wel kopen. Ik heb mij het schelen. Ik heb toch garages nodig. Mooi hoor, weer een garage erbij, jongens. Kunnen we weer wat autootjes erbij kopen. Nou, dat was hem in ieder geval vandaag, jongens. Ja, dat was hem vandaag. We hebben weer een nieuw garage erbij en we zijn in ieder geval aangekomen in Lublin. Dat was ook de bedoeling. Dus ja, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's zoals deze. Metro Simulator, vlogs en nog meer dingen. En dan zou ik zeggen, jongens, tot de volgende vlog maar weer. Of tot de... En dan zou ik zeggen, tot de volgende video maar weer. Jongens, bye bye. Hoi.